Een wat vreemd beeld vrijdagmiddag rondom winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen. Op last van de gemeente werd het winkelcentrum ontruimd en gesloten. Bij verbouwingswerkzaamheden waren donderdag onjuistheden in de constructie van de balken ontdekt. Dat gebeurde bij het saneren van asbest in het plafond van de leegstaande modezaak Norel. Na onderzoeken van de gemeentes Nuenen en Eindhoven vaardigde burgemeester Willem Lichtvoet een noodverordening uit. De brandweer en politie zorgden voor de ontruiming die volgens Lichtvoet goed en rustig verliep. Hoe lang het winkelcentrum nog gesloten blijft is onduidelijk. Lees zaterdag meer in het ED.